Nou, de Belgen in balbezit. In principe, Toro Morea die gaf hem dat schot. Van, nou, laat maar zien of je het kunt of niet. En daar leent het vierde kwart zich niet voor, vind ik. Dus je moet gewoon verdedigen. En zo'n jongen moet dan de bal maar weer of vanuit de penetratie zien te scoren. Maar goed, hij laat zeker zien dat hij het ook kan. Mooi voor deze jongen. Mooi gespeeld. Ja. Ja, daar staat heel weinig gevoel bij. Of hij raakte hem kwijt. Ja, dat gevoel had ik dat laatste. Geraakt. Doekan, ja, dit is wel even het moment hoor nu. Kan gaan kantelen, dus dat betekent echt even verdedigen nu. Kijk, dat doet Doekan goed. Die baseline afsnijden. Push in the back, komt Boyd heel goed weg hoor. Lesby die nogmaals een atletisch vermogen wel wat laat zien, maar helaas dat ook deed met een klein duwtje in de rug. Dat is misschien nog wel een beetje zijn onervarenheid. Eerste persoonlijke fout voor hem. Roel van Overbeek naar Ralf de Pachter. Terug naar de Pachter. Nou, dit moet hem zijn dan. Dit moet Ralf niet meer pasen. Dat nee, is dat... wel een hele goede paas natuurlijk. Ja. Goede drie punten van de man of the match tot nu toe. Doe je de kant. 24 punten nu voor hem. Nee, dit was uiteindelijk een goede paas van Ralf. Ik zag hem vrij op bij een meter onder de basket. Normaal gesproken is dat linkerhoekje voor hem wel kassa. Ja. Maar deze snapte ik. Ja, jongen speelt een goede pot. Neemt initiatief. En ik denk toch echt dat hij de minuten van de Seeuw behoorlijk aan het oprapen is hier en dat goed doet. Staat op 17 punten Desiron. Tjerobere, ja. Naar Van Overbeek, krijgt hem dan terug. Doekan. Ja, dan weet je het wel. Ja, ja die gaat niet meer missen. Onvoorstelbaar zeg, die is echt... Dat is een lariat. Die midrange shotjes, vooral baseline. Vanaf de baseline, dat zijn bijna lay-ups voor hem. Ja. Ah, ze gaan er mooi op neer als deze ook weer valt. Die valt niet. Rebound van wie anders dan Doekan. Ja, Hemmens nog niet gescoord. Ik kan nog niet zo goed inschatten wat zijn toegevoegde waarde voor deze ploeg eigenlijk is. Verdedigend de point guard druk zetten, dat doet hij goed. Turo Borea. Moet hem eigenlijk nu terugkrijgen, wou ik zeggen. Maar dit is ook prima. Ja, fout van Hemmens. Ja. Tweede teamfase. Voor Hubo Limburg United. Nou, daar is hij dan. Hè. Dat heeft toch nog bijna 3 minuten geduurd. Maar Stijn die de lijnen weer uit gaat zetten. En Hemmens die bedankt wordt voor zijn bewezen diensten. Ralf de Pachter. Wordt de Vuurste Vries. Ja, ik denk Doekan maar weer even proberen te vinden. Ja, Van Overbeek staat vrij. Die maakt hem net niet. Oh, goede rebound van de Pachter, ja. Ah, ja, jongen. Kijk, dan weer Lesby die zijn jonge gretigheid laat zien. Mooi. Dat wil je als coach ook graag zien, hè, jongens die er bovenop duiken. En de minuten die ze dan mogen spelen, dat ze die ook goed benutten. En desnoods maar een foutje op offeren. Ik denk ook dat het was. Of zal het een jumpball situatie zijn geweest? Ik denk dat laatst. De fouten te zien blijft het 0-2 in het voordeel van de Landstede, dus dan zal het jumpball zijn geweest. Dat is voor Ralf. Ja, heel goed. Kijk, daar is dan wel die derde fout die Lesby goed maakt. Ook al de derde teamfout. Als je slim uitspeelt, dan kunnen ze die wedstrijd dadelijk vanaf de vrije worplijn naar zich toe trekken. Ja. Nee, dit tikt mooi aan zo. 3-0 in teamfouten. In het voordeel van Zolle in dit geval.
Ja, dan is het vaak zo, als het dan niet mooi wil, dan moet het maar lelijk, Piet Kees. Ja, precies. Het is pas echt erg als je straks verweten kon worden dat je er niet hard voor hebt gewerkt. Precies. Stijn. Dat is een mismatch inside voor Delalieu. En de rol die doet wat hij moet doen. Pakt zijn fout en zegt ook gelijk tegen Delalieu. Ja, ik maak gewoon een fout, sorry. Nou, dat werd geaccepteerd. Nou, Felix erin. Het maakt toch een risicootje. Ik denk dat tegenstanders natuurlijk ook al lang gezien hebben dat er een 4 achter zijn naam staat. Dus het is Felix om daar slim mee om te gaan. En om Limburg om dat uit te buiten. Ja. We gaan het zien. 6 minuten en 20 seconden nog. 3 punten het verschil. In een wedstrijd die vooral heel spannend is. Oeh, hedge van Toro Barea. Alexander Stijn die wil heel graag dat daarvoor gefloten werd, maar ja. Zal wat te makkelijk gegeven zijn, denk ik, in deze situatie. Nou, zeker in deze wedstrijd, waarin echt wel meer wordt toegestaan dan dat. Ja. Nou, leuke op- en neergaande wedstrijd. De spanning voel je wel steeds hoe verder we naar het einde naderen. En als Boyd is nou eens lekker. Oh, wat een mooie bal zeg. Dat is een verre hoor. Ja, nee, en voor Boyd heerlijk hoor, want... een paar keer eerder benoemd, zat gewoon niet lekker in zijn basketbalritme afgelopen wedstrijden. Dus dit soort schoot heeft hij dan wel nodig. En op dit moment ook, hè, met nog 5,5 minuten gaan. 59-53 voor Landstede. Hoort op 7 punten. Nu kan ondertussen al op 26. Eigenlijk de enige nog in de dubbele cijfers bij Landstede. Waarbij er al 3... Hubo Limburg, hè? Keel, Desiron en Stijn. Ja. Ja, Hubo Limburg die toch wel al van een paar wedstrijden afkomt waarbij zij het ook tot het gaatje hebben moeten weten te bewerkstelligen en wel of niet winst. Ik heb ze zo even niet meer in het hoofd, maar ik weet dat... Ik ook dat op die podcast gehoord heb, dat Maxime de Zeeuw ook een keer een wedstrijd kon beslissen. Volgens mij bij Donar in Groningen met 2 vrijworpen. Met nog, zeg eens wat, een paar seconden te gaan. En ze allebei misten en Donar die wedstrijd daardoor nog wel naar zijn toe kon trekken. Dus ja, spannende wedstrijden zijn ze wel gewend om te spelen. Huh? Ja, maar dan is het wel de kunst om ze in je voordeel te beslechten. Ja. Nou, ik bedoel daar ook wel mee te zeggen dat, dat je dan wel zo'n ervaren rot als een Maxime de Zeeuw graag in het veld wil hebben dan. Ja, zeker. Maar ook mooi voor de jonge jongens om zichzelf dan te kunnen laten zien. Hè? Stijn met de bal. Oh, en de turnover. Echt play. Ik moet zeggen dat hij hem ook wel heel hard gooide naar Desiron. Maar Desiron die verontschuldigt zich dan weer richting de bank. Ja, ja, het zijn vingers ook nog niet uitgestoken. Nou, Turins. Keel die moet hem verdedigen. Maakte eigenlijk een fout, wil ik zeggen. Nou, dit gaat allemaal... Het is gewoon zonde, want hij zorgt ervoor dat dit nu gebeurt, buur Felix. Omdat hij zo agressief die basket aanvalt en er niks mee doet. Ja, weggooit. Ja. Een dure bal. Mooie bal van Stijn. Ja, knap afgemaakt ook. Dat is zeker waar. Dat is echt zijn spel, hè. Eerst contact zoeken en als hij dat contact helemaal heeft, dan pas gecontroleerd proberen hem af te maken. Ja, daar moet je een beetje sprongkracht voor hebben. Ik geniet ook van de pachten vandaag. Ja, ja, good old Ralf in de house, eindelijk. Nou. Heerlijk. Ja, die is weer ouderwets aan het buffelen. En je ziet ook dat we nu Dukan op de 3 spelen. Hè? Dus Ralf en Toro allebei erin. Ja, dat is wat mooi aan, aan dit team. Fasen. Ja, ja, natuurlijk. Felix Terins met het twijfelachtige dunkje. Je zult hem dan missen op dat moment. Dan kon hij hem eigenlijk nog wel rebounden, denk ik. Ja, zelfs dat, daar had hij dan nog tijd voor inderdaad. Nou. Dat is wel het eerste dunkje van Felix volgens mij dit seizoen, toch? Ja. Geen fout gefloten voor Toro Barea. En dit is een belangrijke... Ah, goed, belangrijk moment. Nu een goede aanval spelen.
zal de coach met een oplossing moeten komen van Ubo Limburg. Doekan, ja, die staat er ook nog in. En die krijgt de vrije worp mee. Prima, inderdaad. Vierde teamfout voor Limburg. Ja, die gaat naar de 30 punten, denk ik. Daar ligt hij inderdaad voor op schema, absoluut. Je kunt nog stemmen op The Hammer of the Game. Kan via de website van de Landstede Hammers. Nou ja, in principe kunnen we dat ook al wel bijna bepalen, denk ik. In dit geval durf ik wel te zeggen wie dat wordt, ja. The Hammer of the Game. Dat is heel geks gebeuren nu. Nou, weet je wat nog kan gebeuren als het dan heel spannend wordt? Hè? Je staat in één keer nog één achter. En dat Koestolk dan de winnende bal erin gooit of zo, weet je wel. Ja. Dan wil ik hem ook nog wel een cool geven. Ja. Maar voor nu is dat puur Dutje Doekan. Die op 28 punten staat. En naar het nu lijkt de eerste winstpartij in de crossborder fases tegen een Belgische ploeg verzwollen zal bewerkstelligen. Mooi. Ja, prachtig gespeeld. 25 punten inderdaad, 8 rebounds, ook nog een assist. We hebben al 28 punten voor blok. Ja, je hebt gelijk, sorry. 28. Heeft hij ook nog een keer gepaasd naar iemand? Ook nog, ja. Oh. Dat is niet helemaal wat ik hem vaak zie doen, maar... Nee, daar heeft Zwolle een lekkere speler halverwege het seizoen mee binnengehaald. Die vrij snel zijn plekje weet te vinden en Zwolle hem ook wel... zijn teamgenoten hem ook echt wel zijn meerwaarde snel ontdekt hebben. Dat hij dus open schoot is wel zijn ding en gewoon slim basketbal kunnen spelen. Dat hij zo ervaren is. Nou, Zwolle om die laatste vier minuten slim uit te spelen. Hè, met goede bedacht, doordachte aanvallen. Ik zou zeggen, proberen post-ups te krijgen. Hè. Je hebt een team fouten differential van 1 voor Zwolle tegen 4 voor Hubo Limburg. Ja, wat inhoudt dat alles 2 vrijworp is nu met nog 4 minuten te gaan voor Zwolle. Dus probeer het ze lastig te maken. Ja, en andersom is dat natuurlijk precies tegenovergesteld. Hè? Felix met 4 fouten staat erin, maar Zwolle kan gewoon nog 3 fouten maken in de laatste 4 minuten. Alvorens zij op de vrijworplijn komen, dus daar moeten ze gebruik van maken. Ja. Nee, alle cijfers spreken op dit moment in het voordeel van Zwolle. Kunst zit erin om het nu ook af te maken. Goed handje van Torre Barea. Ja, dit is goed verdedigd. Dit lijkt mij toch wel 3 lange seconden als ik heel eerlijk ben. Hoeveel? Maar goed. Ja, wat Ralf hier dus heel goed deed. Die offerde zijn lichaam op om Torre Barea te helpen. Technische fout voor de coach. Die wilde ook die fout zien die jij misschien wel zag, of niet? Dat, maar Ralf die offerde zijn lichaam goed op. Dubbelteaming op de Giron. Ja, hij zag misschien een fout. Ik dacht overigens dat al de tweede technische fout was voor de bank. Nee, dit is coach en die anders van de bank. Voor mij zit daar een verschil in. Dit is 2 maal, dus die gaat naar 30 punten nu. Nee, toch niet. Nee. Oh, dat is natuurlijk 1 maal. Ja, coach technisch. Ja, maar goed, Ralf deed dat goed. Dus die denkt van, ik heb hoeveel fouten heeft Ralf? 0 fouten, dus ik kan fouten maken. Dus die gaat dat ook doen. Let maar op, die pakt eigenlijk nog 1 of 2 fouten. Ja. Maar geen makkelijke scores weggeven. Oh, goeie paas naar Doekan en hij staat op 30. En ik denk dat Zwolle gaat winnen. Ik durf er voor het eerst hardop te zeggen. Goeie paas. Weer goed gespeeld. Nu is de fout van Torre Barea. Die sloeg duidelijk op de... Je ziet, dit snapte ik dan niet helemaal van Delalieu. Die heeft dan eigenlijk een open 3-punter. Ik zou zeggen, schiet hij dan. Dan passen naar Desiron. En Zwolle heeft natuurlijk bedacht, we gaan collapsen. En geen makkelijke baskets in ieder geval weggeven. We doen alles, maar geen easy baskets. Ja. Allemaal een fout. Dus nu moet Desiron van de vrije worplijn doen. En Ralf heeft hier dan toch zijn eerste fout te pakken. Ja. En daarmee komt jouw voorspelling in elk geval uit. Dat vind ik altijd zo fijn. Hè? Ja, dat blijkt dat je er ook echt een beetje verstand van hebt. Ja, dat bedoel ik inderdaad. Ik geef mezelf nu ook weer een schouderklop. Ja, dus mooi. De eerste raak. In de tweede ook. Bevalt me wel die jongen. Leuke speler voor de België. Sterk. Ja. Sterk en groot. Oeh, handen van Delalieu wat doorgespeeld. Gelukkig maar. Doe je de kan. Naar de pachter, naar
Van de Vuurste Vries. Gladde bal. Nou ja, zo kan het ook. En dan binnen 3 seconden. En nou, dan geven we gewoon aan hem. Oh, wat lekker. Bij hem lukt echt alles vandaag, hè. Ongelooflijk. Mooi paasje van de Pachter. En knap afgemaakt van Doekan. Want het was niet makkelijk. Hij past op het allerlaatste moment de bal onder controle, voor mijn gevoel. Hij wist toch te scoren met zijn linkerhand. Ja, Ralf die nog even als pointcard vergeert. Die probeerde al iemand in de hoek aan te pasen. Wat een deflection, kreeg hij hem terug. En toen sneed Doekan. En ja, moest er wel aan opgeven. Echt in de laatste seconde. Goede aanval. Wil je natuurlijk graag. Hè? Lange aanval als je voor staat op het eind. En dan ook nog die M1 pakken. Nou, dan durf ik nu ook wat te zeggen dat het... ja, daar is Ralf zijn tweede. Maar ik denk dat hij ook iemand heel veel zeer weer heeft gedaan. Want ja. Ik lach het dan weer. Ik vind het wel heel vervelend. Maar Ralf is natuurlijk een enorm lichaam. Maar ik heb er zelf ook ervaring mee dat ik wel ergens goede blauwe plekken door hem heb opgelopen. En hij heeft zelf niet eens in de gaten. Een soort betonblok waar je dan tegenaan loopt. Ja. Stijn ligt op de grond en die greep een beetje naar zijn borstkas. En ik weet dat Ralf dat echt zeker niet met opzet doet. Dat is, hij zit persoon niet na. Hij wil natuurlijk voor zijn team zijn lichaam inzetten. Ja. Hij heeft er een fout voor gekregen, dus het was te hard. En Stijn gaat gewoon door en zegt ik gooi die vrijworpen er wel in. Komt goed. Maar hij moet eruit, want er is voor hem gefloten. Omdat hij op de grond lag. En dan moet iemand anders 2 vrijworpen nemen. Ja, vind ik ook een rare regel als een speler die 10 seconden even gekregen heeft. Nou, wie gaat Hemmens? Daarvan heeft de coach de meeste vertrouwen dat hij hem erin gaat gooien. Die heeft ook nog niet gescoord vandaag. Oh, sorry. 1 vrijworp gescoord. Ja. Die heeft er al wel gestaan, dus. Even laten zien dat hij dat kan. Linkerhand gooit hij de eerste mis. Is ook niet makkelijk als je zo vanaf de bank moet komen en gelijk. Maar dan 2,5 minuten gaan en erin moet gooien. Tweede wel raak. Eerste puntje. Dus Stijn die alweer klaar staat om te wisselen. Ja, en, niet gelukkig, scheidsrechter ziet dit. Volgens mij. Als je houden wisselen mag nadat. Ook niet. Je mag alleen. Dacht ik dan nog een wissel voor. Ja, wel voor de schutter. Ja. Waar hij misschien toch iemand anders wist. Dat was overigens wel het eerste punt van Hemmens, want hij had nog niet gescoord. Nou, dat is gek, want hij stond er wel eentje. Oh, ik keek bij de fout. Dat is een persoonlijke fout, inderdaad. Nou, mooi dat hij ook gescoord heeft dan. Ja, voor hem ook mooi. Nou, Terins heeft de tijd. Ja, dit lijkt mij ook, ja. Dan een mismatch met Delalieu, die toch wel redelijk goed succes jongens kan verdedigen, had ik niet moeten zeggen. Hij grijpt wel naar zijn, wat is het, enkel, knie? Hij heeft wel pijn, Terins. Komt niet goed neer. Ja, maar zou dat door de landing komen? Ik heb eigenlijk niet meer gekeken. Eigenlijk dezelfde pijn bijna heeft als Helpo. Nou, dat lijkt mij dezelfde wissel dan als we net zagen. Dus dan moet iemand anders gaan schieten vanaf de bank. Wie zou jij nu aanwijzen dan? Dan denk ik dat ik Diculescu... Nee, ik en Koen. Maar dan, heb je Boyd nog op de kaart, dus dat kan wel. Maar, wat doet hij nu? Ik ben benieuwd. Dat lijkt mij toch ook een wissel dan, of niet? Time-out voor Van Schutterhoef. Nou, apart. Neemt Mark nou een time-out? Ja. Okay. Even nog koppen bij elkaar, dan denk ik... anderszins nergens voor nodig, want je staat 72-58 voor. 3-5. De ronde is bezig. Iedereen wil zo snel mogelijk achter het scherm. Ja. Maar het is wel mooi voor de televisie tegenwoordig. Hè? Je kunt eigenlijk gewoon Studio Sport opnieuw opstarten en dan doen alsof het nog niet gebeurd is. Ik ben voornamelijk even benieuwd hoe het in op Spangen gaat. Tussen Sparta en Feyenoord. Oh, hoe laat begon die pot dan? 2:30. Je hebt al even gekeken, hè? Ja, het staat 1-1 bij rust. En nog steeds 1-1. Maar goed, met puntenverlies van Ajax kan Feyenoord natuurlijk een hele stap naar de titel zetten vandaag. Nou, zijn er nog wat andere wedstrijden, Piet Kees? Kun je het nog even checken?
Er wordt gebasketbald in Groningen op dit moment tussen Donar en Oostende. Daar staat het 31-21 voor Donar. Leuk. Via de eerste helft nog een minuutje daar te spelen. Dan Brussel is op bezoek in Rotterdam bij Feyenoord Basketbal. 51-54 met nog 6 minuten te gaan in het derde kwart. En dan in de andere kant van de competitie nog Den Helder Suns tegen België Suns. Die wedstrijd is net begonnen. 3-5 staat het daar. Ja. En Terins mocht dus wel die bonus 5 opnemen en dan gooit hij er ook in. Dus ze moeten nu echt gepasseerde ballen gaan maken. En dit is er één van Stijn. Is dan waarschijnlijk omdat Van Schutter ook die time-out nam. Lekkere ballen die Stijn, leuk om te zien. 13 punten, 1 minuut 50 nog te gaan. Dat speelt Landzee er volwassen uit hoor, die pot. En hebben natuurlijk mega mazzel met een doek aan die eigenlijk die bal gewoon in de post zou moeten hebben. En nu krijgt hij hem ook. Hij heeft een mismatch en 32 punten. Ja, dan weet je het wel, dan komen hier de vrijworpen vanuit de bonus. Ja, ja 35 en gaan naar 36 punten zo. Stolk komt terug voor de pachter. Ja, het zijn die kleine slimme dingetjes. Hè? Ik bedoel, Terens heeft hem uiteindelijk weer teruggekregen. Maar die had hem dus links op de wingpositie. En Doekan had zijn mismatch al met Stijn achter zich. Ja, die had hij eigenlijk gelijk moeten hebben. Maar gelukkig zag Boyd dat en die paaste hem weer terug naar Terens. Nou. Hij had toch zijn vrije worp er ook nog eens in gegooid. En dan, Kill met de drive. Dat deed Stijn net idem dito. Hetzelfde soort actie. Ja, en dan weer een lange aanval proberen te spelen op de open man. En je moet gewoon eigenlijk. Ja, ik snap dit wel. Ja, normaal had hij niet geschoten als er niet. Ja, komt natuurlijk net van de bank af en het hoeft ook niet. Dus dit is prima. Even die 10 seconden extra pakken. Ah, slordig. Jammer. Ja, jammer. Hij had iets heel moois in gezeten. Maar 1 minuut 13 nog, 13 punten het verschil ook. Ja, verdedigend chapeau voor Landstede hoor. 62 punten met nog een minuut te gaan. Ja. Ze hebben het gewoon moeilijk. Ik denk vooral de fysieke mannen bij Landstede. Hier ook weer Toro die er echt weer met lichaam aan smijt is. En dan maar vanaf de vrije worplijn. Die mist hij dan ook nog. Stijn die wel een goede wedstrijd speelde trouwens. 17. Ja, ongelukkig snel op zijn derde fout kwam. En, ja. De wedstrijd wel weer een beetje kantelde denk ik, de derde kwart. Absoluut. Ja. Is een 18e punt. 19 punten voor Dejiron, de topscorer aan de Belgische kant. Maar ja, topscorer in de wedstrijd gaat natuurlijk Doekan worden. Dus is bij backcourt. Ja, dat ik ook. Niet gefloten. Is niet goed gezien door de scheidsrechters. Ja, maar ook slordig van Landstede. Je weet, dat is het enige wat ze nog kunnen doen is druk zetten. Hè? Zet een screentje op elkaar, die guards. Of zorg ervoor dat een van je teamgenoten vrijkomt. Komt er toch nog een time-out. En wederom van Mark. Ja. Ik weet niet of dat nou... Hij sprong heel enthousiast van de bank af. Om nog gauw even een time-out te nemen. Ja, hij kan hem nemen. Maar eigenlijk laat je een beetje zien dat je zelf de paniek voelt. En is mijn mening, hè. Het hoeft niet dat die jongens zelf ook het veld nu de goede beslissingen nemen. Er worden nog 2 vrije worpjes nu. We staan nog steeds 10 voor, een minuut te gaan. Ja, ik denk dat het over die press gaat. Dat hij daar nee, dat zal ook. Onderuit wil spelen. In een plannetje voor heeft. Als je de time-out hebt. En, Kijken wij ondertussen nog even naar 5 dansende dames. Nou, die kunnen het veld weer verlaten. Gloria Estefan hier door de boksen. Ja,
wat hebben we dan nog na deze wedstrijd, Kees? Nog één thuiswedstrijd, denk ik, of niet? Dan hebben we Mechelen nog niet gehad hier. Zeg ik iets geks? Nee, je zegt niet heel veel geks. Ik zit alleen even te kijken wanneer die wedstrijd is. Nou, allebei raak, wat ik zeg. 10 punten voorsprong nog voor Landstede. Op de full court van... bal bij Terins. Dit is wel link hoor. En weer valt hij op diezelfde elleboog. Hij geeft hem ook nog een keer weer aan... scheidsrechter... beloont het harde werken van Hubo Limburg. Ziet de bal uitgaan via Felix Terins. Waardoor Hubo weer de bal in mag nemen. Ja, Zwolle speelt het niet slim uit. Komende zaterdag speelt Landstede uit in Antwerpen. En dan vrijdag 14 april om 7 uur is Mechelen inderdaad de tegenstander. Dat jij goed. Dan zal dat de laatste wedstrijd zijn. Dat heb je niet goed. Nee, van de competitie dacht ik. Okay. Nee, want daarna moet Landstede nog uit naar Oostende. En we krijgen ook Charleroi nog op 23 april hier. Oké. Okay. Nou, dan moet het nog uit naar Hubo United. Dus we zijn er nog... Nee, nog lang niet. Okay, want nog lang niet zelfs. Zelf bij onze jeugd al... over 2 weken de laatste competitiewedstrijd. En in dat weekend, je noemde het net al even, 14 april, vrijdagavond. Kan ik je nu dus al beloven dat je daar of alleen voor staat. Of je moet een andere partner zien te vinden. Want de gebroeders van de kamp die doen dat weekend mee met een toernooitje. Met wat oud internationals in Hamburg. Dus oh, dat heb ik wel zin in. Dat klinkt wel leuk. Ja, we zien de foto's wel komen. Nou, wij zullen dat verzorgen worden. Komt goed. Dan red jij jezelf ook wel. Nou, Landstede gaat de eerste overwinning boeken tegen. En wat dat betreft maken wij geschiedenis mee vandaag. Want het is de eerste overwinning in de B-Next League tegen een Belgische tegenstander. Ze gaan allemaal staan. De sfeer is lekker in de hal. Wordt ook opgepompt door de speaker. Hier is nog een 3 punten. Oeh, en raak. Had ook een bonus kunnen zijn. Want Van de Vuurs die schopt toch echt nog even tegen de benen van Stijn. Nou, 7 punten voorsprong en weer een lastig paasje in de hoek. En dan denk je, waar moet hij ermee heen? En dat is ook weer geslagen om een steal. Is goed gedaan. Nou, Doe kan wou hem wel hebben. Dan moeten ze een fout maken en willen dat ook doen. Maar weer een moeilijke paas. Doe kan staat vrij. Goed uitgespeeld en nog 10 seconden te gaan op de klok. En nou zal ze toch nog weer een stop moeten maken, denk ik. Want een fout maken is eigenlijk gewoon zonde. Mooi. Oh, jammer. Ik zou zeggen een mooie paas, maar dat was het eigenlijk niet. Niet echt aan Zwolle besteed nog succes momenten, want misschien zijn ze niet gewend. Maar Hugo Limburg die... toch maar weer 5 punten, hè? Dat bedoel ik. Ja, aanvallende fout. Hij speelt het ook wel een beetje, maar dan komen ze ook goed weg. Nou, nu moet er een fout gemaakt worden. Doe kans dat vrij, daar is de fout. Van de droog. En daar moet even wat droog gemaakt worden op het veld. Ja. Door de dames... Misschien dat de droog dat kan doen. Ze zien het niet, de natte plek onder de basket, maar als hij ze heel rustig neemt, die vrijworpen, dan... Is die ook wel weer droog tegen die tijd, wou ik zeggen. Ja. Eerste raak, belangrijk. 6 punten voorsprong, 2-possession game nu. Met nog 17 seconden te gaan. Het kan zelfs een 3-possession game worden nu. En dat wordt het ook. En ze zijn een beetje aan het gooien met het scoren, hoor, want ze staan nu ineens weer 77-70. Delarieu voor 3. Van de Vuurst heeft 3 rebounds. Leidt dan nog balverlies en loopt dan tegen Toro Breo op. Dat wil niemand. Dus schitterend dunk trouwens. Dat bleef die jongen mooi in de lucht hangen. En nog 2 seconden te gaan. Keel. De Hammers winnen. Zij het met moeite. Maar goed, dat geeft niet. Want daar heeft uiteindelijk over een paar weken niemand het meer over. Dit was de eerste overwinning in de B-Next League tegen een Belgische tegenstander. En daarmee schrijft...